Wijkcentra in Almelo worden met sluiting bedreigd. Althans, dat denken de inwoners. Om hier actie tegen te voeren, omarmden de gebruikers van de Schelf en het dok letterlijk hun wijkcentrum. We hebben met deze actie hebben we willen laten zien aan de Almeloze gemeenteraad en met name ook aan de wethouder, dat de bewoners, gebruikers van ons wijkcentrum, het niet eens zijn met haar beleid om wijkcentra te gaan sluiten in Almelo. En waaruit bestond die actie? Die actie die bestond uit dat we om 12 uur precies vanochtend met alle gebruikers en wijkbewoners om ons wijkcentrum zijn gaan staan. Om op die manier de actie af te trappen en aandacht te vragen voor bij de gemeente. Waaruit gaat er nog meer actie gevoerd worden? Wat wij graag willen is serieus in overleg met de wethouder. Kijk, wij zeggen niet van wij zijn tegen alle plannen. Wij willen rustig meer denken en meer bezuinigen. Maar we willen het wel gezamenlijk doen. En we willen ons kunnen voorbereiden. En dat hebben we ook in 2 brieven naar de gemeente aangegeven. We willen in gesprek, maar we willen ons kunnen voorbereiden. Ja, de afgelopen 14 dagen, 3 weken heb ik met enige regelmaat politieke partijen gesproken. En wat mij daarbij verbaasde was het feit dat de raadsleden, zeg maar, en masse eigenlijk aangaven dat ze de actie die mevrouw Ten Seldam doet niet deelt. En het is mij dan ook een beetje verbazingwekkend dat zij op eigen houtje op deze manier doorgaat. Terwijl er, denk ik, geen draagvlak binnen de raad is voor dit voorstel. En laten we elkaar eens verder helpen. En dat is volgens mij meer de boodschap die erachter zit. Dus de concentratie op van we gaan het beheren op zoals we het gewend waren, willen we het liever op een andere manier doen. En dat sluiten betekent, dat kan een optie zijn als mensen het niet zelf oppakken. Maar als mensen zelf niet willen, als ze het zelf niet belangrijk genoeg vinden, dan is de vraag, moet je dan zaken ophouden, ja of nee? Volgens mij is het besluit niet genomen om wijkcentra te sluiten. Maar men denkt dat in de stad. Ja, nee, dat klopt. En het is ook een ingewikkelde boodschap om uit te leggen, volgens mij. De boodschap om met elkaar te gaan kijken van hoe belangrijk vinden jullie zo'n buurthuis of een wijkcentra? En wat willen jullie daar met elkaar voor doen? Dat is een hele andere vraag uiteindelijk dan dat wij als overheid zaken openhouden terwijl dat eigenlijk niemand het meer wil. En dat is de opdracht die we ook van de raad mee hebben gekregen. Van ga eens kijken of daar een mogelijkheid in zit om dat op een andere manier te doen. Samen met inwoners van een wijk of van een buurt.